Moest u kok worden van uw ouders? Nee, daar hebben mijn ouders niks over te zeggen. Nee. Je moet je eigen plan trekken. Hè? Toen ik 16 was, kwam ik van school af. Toen ben ik gaan werken. Toen ben ik eerst op een laboratorium gewerkt. Nou, bij de Oldschool gaan jongeren in gesprek met ouderen om te leren van die gesprekken. Nou, we zijn de introductieactiviteit begonnen met een kennismakingsspel. Want voordat ze de ouderen gaan interviewen, was ik ook wel heel benieuwd wie de leerlingen zijn. Daarna hebben we een oefening gedaan om alvast een beetje in het onderwerp te komen van de dag. En vandaag was het onderwerp was koken, want de ouderen die ze gingen interviewen, die is heel lang chef geweest. Toen was het zover, toen gingen de jongeren bellen met de ouderen. Kunnen jullie mij allemaal goed verstaan, horen? Ja. Ja, ja. Oké, prima. En van tevoren hadden de jongeren met hun leerkracht al wat vragen voorbereid. Bijvoorbeeld hoe lang hij chef is geweest of wat voor opleiding hij heeft gedaan. Waarom hebben wij dan met Oldschool is dat je met een andere generatie omgaat. Dat wij op een hele goede manier begeleid worden om op een andere manier te praten met de ouderen. Tegen leerlingen praten ze niet zo. Tegen leerlingen praten ze op hun eigen straattaal en dan leren ze het niet. En dan mag jij alles wat je hebt onthouden van de antwoorden van Henk, die mag je daarop gaan zetten. En als je dan naar buiten gaat, en dat hebben wij echt geleerd bij Oldschool, is dat je dan met ouderen in contact komt en dat de leerlingen moeten gewoon op een hele andere manier praten. Dat mis je heel erg tijdens de les, want theorie is alleen maar kennis vergaren en nooit doen. En onze leerlingen moeten doen. En daardoor word je steeds bewuster van zelfredzaamheid en zelfstandigheid. En daar leiden wij praktijkleerlingen voor op. En dat vind ik heel waardevol. Ja, vind ik ook. Jullie zijn echt toppers. Echt. Daarom, dat vind ik ook echt. Dat ik denk van, ja, dit hebben de kinderen nodig. Nou, vandaag was de introductieactiviteit in de klas. En de jongeren die het leuk vinden, die kunnen mee blijven doen. En dan gaan we samen met die leerlingen vaker een oudere bellen. En ook weer nieuwe opdrachten, zodat ze meer vaardigheden leren. Dankjewel. Graag gedaan. Goed gedaan allemaal. Heel leuk. Ik ga de tekening aan Henk geven. Er doen al veel scholen mee bij de Oldschool, maar er is nog plek voor meer. En we kijken altijd samen met de leerkracht wat past bij hun leerlingen. En bij de Oldschool kunnen scholen uit heel Nederland aanhaken. En we zien er naar uit om met nog meer scholen samen te gaan werken.